Ik zie een geweldige afstandsloper. Ik sta hier bij Peter van Drie. Peter is net klaar met de halve. En hoe is het gegaan, Peter? Ja, het was een zware wedstrijd. Maar het lichaam was goed. De geest liet het na 18 kilometer een beetje afweten. Oké. Dus, was pittig. Er waren wat emoties bij betrokken. Ja. Maar je zat op een gegeven moment natuurlijk in dat bos. In de Vlaszakkers. En dat scheen nogal tricky te zijn. Het is heel zwaar, maar het is ook ontzettend mooi om te zien. Als je dan al die lopers voor je ziet, die omhoog lopen, afzien. Ja. Maar ook mooi. Mooi gebied. Heel stil was het daar. Ja. Dus als je als loper zijnde daar aan het lopen bent, is het heel indrukwekkend. En blij dat je het gedaan hebt? Ja, ja, het was mijn eerste. En ik zeg niet de laatste. Ja. Maar ja, ik heb mijn tijd gehaald die ik wilde halen. Mijn doelstellingen zijn bereikt. En, nu ga ik eerst even rusten. Dat is nu tijd voor. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Hè. Nou jongens, dan gaat hij nog even. Viel het mee? Jawel. Ja? Het parcours is wel redelijk zwaar. Ja, toch? Want hoe was dat in de trek? In de trek zijn we niet geweest, volgens mij. Oh, dat bedoel ik. Dan heb je toch niet die 21 gelopen. Sorry, maar je moest door de trek. Verkeerde afslag genomen. Nee, de Vlaszakkers zijn ja, er door geweest. Daar was het zwaar. Ja, was dat een pittig? Na 10 kilometer kwam er best wel flink heuvel. Ja. En daarna was het al even pittig. Even doordouwen. Ja, alleen maar vlak getraind. Ja. We weten wat het voor de volgende keer. Maar toen hebben jullie elkaar geholpen. Ja. En op het eind hield hij het niet meer bij. Oké. Okay. Ja, kan gebeuren. Ja. Soms zit je er even door, hè? Ja. Als je dan met de eindstreep haalt. Ja, ja. Maar jullie hadden dus getraind van tevoren en echt wel even bij stilstaan dat het toch een eind was. Ja. Mooi. Ja. Je zit achter mij. Ik zei, je moet even je trekken. Maar als trotse moeder, vindt u het knap dat u zo dat heeft gepresteerd? Ja, maar nee, het is wel belangrijk, want het zijn toeschouwers, die hebben wij ook nodig. Hè? Dus je moet ze aanmoedigen, want hij zat er doorheen, vertel hem niet op een eind. En dan is het juist goed. Ja, heel bedoel je dan. Dank u voor de support. Zo, dus vandaar dat ik zo lang stond te filmen. Ja, ik hoop wel Amers de klem staat en dat ze even mijn naam er even kunnen herinneren. Okay. En wel onze andere jongens die helpen. We hebben een fantastisch bestuur, fantastische vrijwilligers vandaag. Ik ben echt, echt trots op deze stad. Okay. Friesland Campina. Nou, veel succes vandaag. Er zijn drie atleten die verder hoog van de marathon, zeg maar. Nou zeg het maar, 5 kilometer heb je erop zitten. Dat is geweldig. Ja, je blaast nog vandaan. Ja. Maar waarom heb je het gedaan? Nou, omdat ik eigenlijk een beetje aangespoord ben door Isis Her. Ja. Dat is mijn kapster. Ja. En ja, die wilde 10 mensen voor haar hebben lopen, zodat we in de shirtjes... Oké. Ja. Ja. Dat werden er 40. En ja, je bent elkaar op en je gaat elkaar met elkaar lopen op zondagochtend. En, het is mooi dat hij dat even erbij doet. Dus je hebt wel getraind. Ik heb getraind, maar ik vind het inderdaad best leuk. Omdat je in het ritme van een ander.
En, maar de trainer was wel leuk, want je deed het met een heel clubje. Allemaal dames? Nee, mannen, vrouwen. Oké, okay, alles door elkaar. Alles door elkaar. En de ene loopt de 21 en de andere de 5 en de andere de 10. Dus okay. Iedereen is eigenlijk. En gingen jullie op zondagmorgen dan trainen? Ja, Birkhoven, meestal. Leuk. En nou klaar. En nou geniet in het zonnetje. Lekker. Andere aanmoedigen hebben we. Hey, bedankt.